een antologie van lezingen van de woorden van Almachtige God. Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben. Wat is het dat de mens ontvangen heeft vanaf het moment dat hij in God is gaan geloven? Wat heb je over God geweten? Hoeveel ben je veranderd door je geloof in God? Nu weten jullie allemaal dat het geloof van de mens in God niet alleen voor de redding van zijn ziel en zijn lichamelijk welvaren is, nog is het om het leven te verrijken door de liefde voor God, enzovoorts. Het is zo. Als je God lief hebt om er lichamelijk beter van te worden, of voor tijdelijk geluk, dan zal, zelfs als je liefde voor God uiteindelijk het hoogtepunt bereikt en je nergens om vraagt, deze liefde die je zoekt nog steeds onzuiver zijn en God niet behagen. Wie de liefde voor God gebruikt om zijn saaie leven te verrijken en een leegte in zijn hart te vullen, zoekt een gemakkelijk leven en probeert niet werkelijk God lief te hebben. Dit soort liefde gaat tegen de wil in, het nastreven van emotioneel genot. En God heeft geen behoefte aan dit soort liefde. Wat voor soort liefde is de jouwe? Waarom heb je God lief? Hoeveel ware liefde heb je nu voor God? De liefde van de meeste van jullie is als hierboven omschreven. Dit soort liefde kan alleen de status quo bewaren. Het kan niet een eeuwige bestendigheid bereiken, noch wortel schieten in de mens. Dit soort liefde is die van een bloem die geen vrucht draagt nadat hij gebloeid heeft en is verdord. Met andere woorden, nadat je God eenmaal op die manier hebt liefgehad en er is niemand om je verder op weg te helpen, dan zul je ten val komen. Als je God alleen lief kan hebben in de tijd van de liefde voor God en je verandert nadien niets aan de aard van je leven, dan zal je voortdurend omhuld blijven door de invloed van de duisternis, waar je niet aan kunt ontsnappen. Je kunt je nog steeds niet bevrijden van de manipulaties van Satan, die jou voor de gek houdt. Zulke mensen kunnen niet worden gewonnen door God. Uiteindelijk behoren hun geest, ziel en lichaam steeds aan Satan toe. Hier bestaat geen twijfel over. Alle mensen die niet gewonnen kunnen worden door God, zullen terugkeren naar hun plaats van oorsprong. Dat wil zeggen, terug naar Satan. Zij zullen afdalen naar het meer waarin het helle vuur brandt om de volgende stap in de straf van God te ondergaan. Zij die gewonnen zijn door God, zijn degene die tegen Satan rebelleren en uit zijn domein ontsnappen. Die mensen zullen officieel tot het koninkrijk worden gerekend. Zo ontstaan de mensen van het koninkrijk. Wil jij zo'n soort mens zijn? Wil jij door God gewonnen worden? Wil jij aan het domein van Satan ontsnappen en terugkeren naar God? Behoor je nu Satan toe of word je onder de mensen van het koninkrijk gerekend? Dit soort dingen zouden duidelijk moeten zijn en vereisen geen verdere uitleg. In het verleden streefden velen met menselijke ambities en opvattingen en voor de hoop van de mens. Deze dingen zullen nu niet worden besproken. Het is belangrijk dat je een praktische manier vindt om je status voor God te behouden en om gaandeweg de ketenen van Satans invloed te verbreken, zodat je door God gewonnen kan worden en op aarde het leven mag leiden dat God van je vraagt. Dit alleen kan het verlangen van God vervullen. Velen geloven in God, maar weten noch wat God verlangt, noch wat Satan verlangt. Ze geloven en volgen anderen blindelings en onterecht en hebben zodoende nooit een normaal christelijk leven gehad. Ze hebben geen normale persoonlijke relaties, laat staan een normale relatie van een mens met God. Hieruit kan men opmaken dat de problemen en fouten van de mens en andere factoren die de wil van God kunnen dwarsbomen, veelvuldig zijn. Dit is voldoende bewijs dat de mens niet op het juiste traject zit en ook niet werkelijk het leven heeft meegemaakt. Dus wat is het dan om op het juiste traject te zitten? Op het juiste traject zitten betekent dat je op elk moment je hart stil kan maken voor God. En natuurlijk met God in contact kan staan. Gaandeweg kom je dan te weten wat de mens mist en leer je langzaam God beter kennen.
Hierdoor zal je dagelijks nieuwe visies en verlichting van je geest bereiken, je verlangen groeit en je probeert om de waarheid binnen te gaan. Elke dag is er nieuw licht en nieuw begrip. Door dit pad word je gaandeweg bevrijd van de invloed van Satan en wordt je leven grootser. Zo'n mens zit op het juiste traject. Evalueer je eigen belevingen en vergelijk het pad dat je hebt genomen bij je geloof in God met het bovenstaande. Ben je iemand die op het juiste traject zit? In welke zaken heb je je bevrijd van de ketenen van Satan en van de invloed van Satan? Als je het juiste traject nog niet hebt gevonden, is je verbinding met Satan nog niet verbroken. Kan dit zoeken naar de liefde voor God zo leiden tot een liefde die authentiek, toegewijd en puur is? Je zegt dat je liefde voor God onwankelbaar is en uit je hart komt, maar je bent nog niet van de ketenen van Satan losgebroken. Houd je God niet voor de gek? Als je een pure liefde voor God wil bereiken en volledig gered wil zijn door God en tot de mensen van het koninkrijk gerekend wil worden, moet je eerst je op het juiste traject bevinden.